Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl Als we naar de Europese Weerkaart van vanmiddag kijken, dan zien we dat het koud is in het westen van Rusland. Daar bevindt de echte winterkou zich en ons deel van Europa absoluut niet. Alpen zijn wel lekker koud, op 3000 meter was het vandaag zo'n min 10 tot min 15 graden. Nou, daar blijft de sneeuw perfect en ook in grote delen van Scandinavië. Maar in de rest van Europa dus duidelijk temperaturen boven nul. De Weerkaart laat ook een storing zien boven Nederland. Dat is het koufront wat vandaag voor het grijze weer zorgde. Dat koufront levert in Scandinavië nog hier en daar sneeuw op. En ook in de Alpen gaat er weer sneeuw vallen. Ik verwacht zo'n 15 tot 25 centimeter langs de noordflanken. De zuidzijde van de Alpen valt weinig. Voor Nederland moeten we verder vooral richting de Atlantische Oceaan kijken. En dan vooral richting IJsland en Groenland. Daar ontstaan lage drukgebieden en die komen dan langzaam onze kant op. In eerste instantie hebben we nog een aanvoer van zachte lucht... Maar vanaf woensdagavond gaat het roer om. Dan komen we achter een koufront terecht. Met ijskoude polaire lucht. We zien dat koufront al naderen. Je ziet de sneeuw op de oceaan al dichterbij komen. En via de Britse eilanden komt het eigenlijk razendsnel onze kant op. Ja, en dan gaat die temperatuur echt fors naar beneden in de loop van de nacht. Het is uh, een bijzondere situatie. Op 5 kilometer hoogte gaan we van min 20 naar min 40 graden maar liefst. Dat betekent dat we donderdag met sneeuwbuien te maken krijgen. Zover is het allemaal nog niet, maar. Wel interessante ontwikkelingen. Vandaag geen sneeuw, wel regen en motregen. Temperaturen waren halverwege de middag zo'n 4 graden langs de oostgrens, 8 à 9 graden in het westen. En die zachte lucht, die wint nog wat terrein. Dat zien we ook uh, als we naar de satellietbeelden kijken. De bewolking trekt heel langzaam oostwaarts en uh, uiteindelijk gaat het dan opklaren. Vanavond nog een lokaal buitje, de meeste plaatsen droog en opklaringen. Temperaturen vanavond 4 graden. En in de nacht daalt het kwik in het binnenland tot dicht bij het vriespunt. Op neushoogte komt het kwik amper onder nul. Maar aan de grond kan dat wel. Dat betekent dat het lokaal glad kan worden. Temperaturen dus tussen de 0 en de 5 graden. Ook vannacht een lokaal buitje. Morgen overdag hebben we dan eigenlijk de beste dag van deze week. Als je het tenminste van vrij rustig en droog weer houdt. met af en toe wat zon. Want dat krijgen we morgen. In het zuiden zit wel wat meer bewolking. maar de kans op regen is morgen klein. Slechts een enkel verspreid buitje. 5 graden in het oosten, 7 in het westen. En de wind waait uit het noordwesten met 4 tot 5 bevoor. Dan komen we bij de woensdag. Dan draait de wind naar het zuidwesten. In de ochtend is het nog droog. Maar in de middag gaat het vanuit het westen regenen. door dat koufront wat ik al noemde. De wind trekt flink aan. Bovenland naar windkracht 7, A8. En uh, langs de Noordwestkust is er zelfs een kleine kans op een zuidwestenstorm, windkracht 9. Temperaturen zijn woensdag nog hoog, 6 tot 8 graden. Maar in de avonduur als dat koufront passeert gaat het kwik snel naar beneden. In de nacht naar donderdag dan al rond het vriespunt. En dan trekken de sneeuwbuien en winterse buien over ons land. Kan er ook bij onweren en hagelen. Een zeer wisselvallige donderdag met uh, lage temperaturen, 2 graden. Vrijdag ook winterse buien. Atmosfeer wordt dan een tikkie minder koud. Dus iets vaker natte sneeuw of regen erbij, denk ik, en opnieuw zo 2 à 3 graden. Zowel donderdag als vrijdag kan het tijdens heftige buien wit zijn en daarmee verraderlijk glad op de wegen. Dat zien we ook terug in de grafiek met de sneeuwkansen. Donderdag en vrijdag zijn die echt hoog, zo'n 80 tot 100 procent maar liefst. En als je aan de onderste grafiek kijkt, zie je daar de kans op meer dan 3 centimeter sneeuw. Nou, Die kans is nog vrij beperkt. Voor de langere termijn, de sneeuwkansen blijven nog even, maar nemen we wel geleidelijk af. Interessante week dus, met morgen de meeste zon, woensdag regen en kans op storm en vanaf donderdag dan winters weer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.